Stamvaste. Stamvaste Radio. The Sound of Music, hosted by Al Gouda. Je lobby naar mijn leven, Naomi Piquintio, al enkele weken op nummer 1 in Suriname. We hebben nu onder de knop Naomi Piquintio, rechtstreeks uit Suriname. Goedenavond Naomi, welkom in ons programma bij Radio Stamvaste van The Sound of Music. Hoe gaat het? Goedenavond. Het gaat heel goed, hè, met u? Nou, we mogen ook niet klagen. Goedenavond, luisteraar van Stamvaste Radio. Ja, de luisteraars die luisteren naar jou. En we hebben je enkele weken geleden hier in de studio, ook live vanuit Suriname, een telefonisch gesprek met je gehad. Ja, en, dat klopt helemaal. Je was heel erg enthousiast, heel erg gemotiveerd met dit nummer. En ja. Ik had het ook al voorspeld dat dit een nummer 1 zou worden, vandaar dat ik je ook had uitgenodigd voor een gesprek. En ik ben ook ontzettend blij voor jou dat dit ook een nummer 1 hit is geworden. Ja, dat klopt helemaal. Ik ben er ook blij mee en ik dank u ook dat u het had voorgesteld. Ik wil je ook nog feliciteren, want je bent recentelijk jarig geweest. Oh ja, klopt. Ik was woensdag jarig. Ja, nou, ik ben 26 geworden woensdag. Kijk, dat zijn twee vliegen in één klap. Helemaal. Mooi cadeau is, mooier cadeau kan je niet krijgen, hè, met dit nummer. Een nummer 1 hit. Kan niet anders, helemaal. En hoe beter kon het niet. Hoe ervaar je dit, Naomi? Zo, ik vind het geweldig. Ik ben erg dankbaar. Heel erg dankbaar aan mijn fans, mijn vrienden, familieleden die de song hebben aangevraagd bij de verschillende radiozenders. En die staan gewoon op nummer 1 bij bepaalde radiozenders voor nu. En ik ben er heel blij mee. Ik ben trots op mezelf dat we zo ver zijn gekomen met de song. En ik ben echt blij. Ik ben echt blij en enthousiast over. Ja, en hoe heb je dat gevierd? Zo, ik heb het gevierd met een wijntje en een taartje, want het was een birthday present. Een early birthday present. Ja, dus ik heb het gevierd met een wijntje en een taartje. En dat was gezellig. Helaas vanwege corona kan het niet te uitbundig. Nee, we konden niet te groot feest geven, maar we hebben gewoon met vrienden, gewoon een paar vrienden dichtbij zijn, een vrienden een paar leuke dingen gedaan, iets gedronken en de song ook continu afgedraaid sowieso. Ja. Dat hoort er ook bij en we zijn er allemaal blij mee en trots op. En wat doet dit met je? Het motiveert me. Je carrière is nog heel erg jong. Ja, het is een grote motivatie voor mij om dan verder te gaan, om meer te gaan doen nu. Ben nu al een beetje bezig. En het motiveert me gewoon en ik ben gewoon blij om dan tenminste nummer 1 te hebben bij Radio Boskopo. 2 weken gestaan op nummer 1. Radio Apinti 2 weken gestaan. De Nationale Top 40 ook 2 weken gestaan op nummer 1. En Surilight ook 2 weken. Dus dat maakt me heel erg blij. En we gaan verder, want ik sta ook heel goed bij de andere radiozenders op de lijst. Nou, hoe ziet de toekomst er nu voor jou uit? Zo, de toekomst. We gaan meer moeten doen. Ik ga meer moeten doen. Ik moet mijn mensen meer geven van Naomi en mijn mensen laten weten dat er meer zit in Naomi, zodat ze dat dan ervaren samen met mij. Hierna moet er wel een follow-up komen, hè? Sowieso. We zijn al bezig, dus binnenkort komen er een aantal dingen eruit, maar ik kan nog niet veel over zeggen, niet veel over vertellen, maar het is een verrassing. Het is een verrassing. Ja. Wat moet ik me bij voorstellen? Ga jij zelf schrijven? Eigen compositie van jezelf? Of ga je weer een nummer vertolken van iemand die met een hele goede tekst en een hele mooie melodie? Voor nu hou ik het nog even rustig voor mezelf. Maar ik zie toch wel, ik ben bezig met mijn eigen nummer's. Ik heb wel wat geschreven en heb ook een paar dingen gedaan met andere mensen. Ja. Waaraan we dan hebben gewerkt. Ja, waaraan we werken nu. Kijk, heel mooi. Ik ben ontzettend blij voor je, Naomi, dat je een nummer 1 hit hebt kunnen scoren met dit fantastisch nummer, You Lobby Namale. Ik vind het echt een prachtig nummer. Ja, wat zal ik zeggen, Naomi? Ik zal zeggen, blijf doorgaan. Zeker. En natuurlijk ook, ik denk dat hij ook een groot hoofd heeft gekregen, hè, Fabian? We hebben allemaal een groot hoofd gekregen, vooral ik. En Fabian ook.
Ja, maar man. Klopt, want natuurlijk heeft hij behoorlijke inspanningen verricht. Om dit zo ver mogelijk te krijgen. En het is gelukt. En verdient ook. Verdient ook. Jawel, helemaal. Nou, wil je ook de felicitaties? Zeg maar. Ja, ik wil de felicitaties sturen aan promarman.com, Wim Aswijk van Tristar Music, Frank van Greenlight Suriname voor de clip, en Jurgen Richters, Baseline Studio. En ook aan mijn fans, vrienden, kennissen, familieleden, die hebben gemaakt dat de song op dit moment nummer 1 staat. Hey, kan tangi funo. Mi lobby uno so Joe. Mi song fam lobby uno. Mi tada uno kan tangi. Un haki si poku, un bel su kui poku. El muso disa, un muso go do. Jullie moeten blijven aanvragen. Want we hebben nog een lange weg te gaan. Het is nog niet het einde. Pas het begin. Dus un ta haki si poku go do. Un bel, vraag je poku aan. Gan tangi funo, tanga non fan di un dudam. Nou Naomi. Ik hoor zoveel enthousiasme in je stem. En ik sta ook nog, ik sta ook in de lijst bij jullie. Ja, zeker. Suriname, en ik sta in de top 12, in de top 20, sorry. En ik ben er trots op. Dus mensen, vragen jullie de song ook aan bij Standvaste Radio. Hoor jullie dat, luisteraars? Zodat het ook kan gaan klimmen. Jawel, ze moeten aanvragen. Hoe hard is die pokoe, hoe na feket, hè? You love me now, allee. Yes. Hey, want ze met dat ganja, ik kan denken, pikken, bij haar verstand. Ja, dankjewel Naomi. Ik ben zeer, zeer trots op jou. Het spettert er vanaf, jouw enthousiasme. En ja, helemaal. Volhouden, blijf gewoon doorgaan. Dat is het advies wat ik je wil meegeven. Want het is misschien makkelijker om aan de top te komen, maar daar te blijven is er veel voor nodig. En je bent in goede handen, dus ik heb er alle vertrouwen in. Fabian is een zeer, zeer doortastend persoon. En houdt zich ook aan zijn afspraken. En gaat er keihard voor. Doe ook, doe ook hetzelfde. Helemaal. En dan komt het allemaal goed. Nou, dank u wel. Ik bedank u ook. Mag ik u ook bedanken voor de support vanaf het begin. Bedankt aan Vaste Radio voor de support dat jullie me hebben gegeven vanaf het begin. En we gaan verder ervoor. Dank jullie wel. En ik ben jullie heel erg dankbaar. Heel erg dankbaar. Hartelijk bedankt, Naomi. En ook dat je zo snel, want het was kort dag. Ik had gisteren contact met je promotiebureau, met Fabian. En ik ben ontzettend blij. Ik ben wil hem ook bedanken dat hij dit zo snel heeft kunnen regelen. En dat je bereid was om ons te woord te staan bij Radio Standvaste in het programma The Sound of Music. En ik ga je gedag zeggen en heel veel succes wensen om nog eens het nummer van jou af te draaien voor onze luisteraars, dat het goed bij ze doordringt. Je lobby, Nawale. Naomi Pikintio, hartstikke bedankt. Blijf COVID-vrij, want het gevaar is nog niet geweken. Jullie en ook. Succes met je carrière. Dank u wel. Een fijne avond verder. Dank je. Thank you all. Yes, ik ben jullie dankbaar. Bye. Bye bye. Doei doei. Ai, libi nawalanga pasi. Sin sino
be fateri. Pramisi di be meki. Awaka waka libi. Mamo zori fa you swaki. Luku fa ye broko sweti. Sakata pikindi. Oh oh. Hey hey. Wango libi. Music, hosted by Al Gouda. Stone Foster. Stone Foster Radio.